ik heb me vaak in de loop van die periode afgevraagd, wat is nu eigenlijk mijn rol? Wat is nu mijn functie? Want het doel van de podcast was jullie verhaal in de wereld brengen. En dat was jullie geschenk aan de wereld met Voice Dialogue. Maar ik kreeg gaandeweg ook steeds meer het gevoel dat doordat we dat deden, werd ik ook een anker. Welkom bij deze 8e en laatste podcast in de serie over Voice Dialogue bij verlies en rouw. Mijn naam is Judith Budde van Opleidingscentrum Het Balkon en van de Voice Dialogue Academie. In dit gesprek kijk ik samen met René Meijer en Carla van Wely terug op de 3,5 jaar waarin ik Tjeerd de Graaf en Carla volgde tijdens zijn ziekte en naar zijn overlijden toe. Hoe was het voor mij als podcastmaker? En wat ontdekten we over het werken met Voice Dialogue bij mensen tijdens een rouwproces? Ik zit hier met Carla van Wely en René Meijer. En we gaan vandaag terugkijken op die 3,5 jaar, Carla, dat ik met jou en Tjeerd ben opgelopen. En René, jij was daar ook veel bij betrokken, waarin we podcasts hebben gemaakt en demo's. En we hadden onze luisteraars beloofd om een podcast te maken waarin we terugkijken. Ja, vooral waarin we de rollen omdraaien. Exact. Dus jullie gaan vandaag vragen stellen aan mij over dit proces van Voice Dialogue en omgaan met verlies en rouw. Ja, hoe het voor jou was om deze video's en deze podcast te maken en wat jij eraan ervaren hebt. Ook wat je hebt gezien wat Voice Dialogue kan betekenen bij een proces van verlies en rouw. Ze heeft uiteindelijk veel langer geduurd dan we dachten. Want Tjeerd was heel ziek en we begonnen daaraan met, nou, dan gaan we Voice Dialogues opnemen. Dus echt sessies opnemen. En nou, Tjeerd heeft er heel erg aan gemonteerd. Toen zijn we uiteindelijk overgegaan op podcasts. En weer één. En hij is er nog. En er weer één. Hoe heb je dat ervaren? Want we wisten niet waar we aan begonnen. Nee, we wisten niet waar we aan begonnen. En het is een proces met een heleboel fases, denk ik. Het was 2019 toen de aankondiging kwam dat Tjeerd zo ziek was. En we zijn ergens in dat najaar begonnen, omdat jullie graag wilden vertellen aan de wereld en ook wilden laten zien wat Voice Dialogue voor jullie zou kunnen betekenen in dat proces. En dat vond ik een hele verrassende vraag. Ook een ontzettend fijne vraag, want het gaf de gelegenheid om ook met Voice Dialogue te kijken. Wat gaat dat dan brengen bij jullie? En dat hebben we veel langer kunnen doen dan we hadden gedacht. En in het begin was het voor mij vooral een eer om dat te mogen doen. En ook heel bijzonder. Tjeerd is een collega en gaandeweg leerden we jou kennen. En raakten we ook bevriend. En ik wist niet zoveel van rouw toen ik eraan begon. Ik was vooral heel nieuwsgierig hoe het jullie zou kunnen helpen. En eigenlijk als ik nu terugkijk op die afgelopen periode, ervaar ik deze hele periode van podcasts en demo's maken als één grote cursus voor mezelf. In wat rouwen betekent, op allerlei manieren. Door als journalist, want ik was met de podcast natuurlijk journalist, door 3,5 jaar te luisteren naar jullie verhalen en dat van heel dichtbij mee te maken. En daardoor ook dichtbij te kunnen komen, twee mensen die daar zo in stonden. Alle details die er langskwamen, alle subpersonen die er in die 3,5 jaar langskwamen. Dat was heel verschillend. Dat waren er nogal wat. Ja. Waren er nogal wat. In het begin was het de schrik. De bus, jullie gebruikten ook de Voice Dialogue taal. De bus die frontaal tegen de muur gereden was. Ik vond dat een heel mooi beeld. Ik ben het ook in onze opleidingen gaan gebruiken, dat beeld. Dus het was voor mij heel interessant ook om te horen wat gebeurt er nu. En jullie konden het ook in Voice Dialogue taal, Gieten en ik ook. Waardoor het meteen handen en voeten kreeg. En later, ik ben ook cursus gaan volgen in het omgaan met rouw, ben erover gaan lezen. Waardoor ik ook steeds meer ging begrijpen wat jullie meemaakten. En toen in het najaar van 2022 raakte ik zelf in de rouw. Want toen verloor ik mijn liefdesrelatie. En toen kon ik nog beter begrijpen wat jij aan het voelen was. Dus ik heb het was een heel proces van ontdekken wat rouw eigenlijk is. En dan zou je die rouw ook nog weer kunnen verdelen in fasen, want het was rouw naar de dood toe. Tjeerds rouw.
Als ik daarop terugkijk, bestond dat uit een heen en weer bewegen tussen... Oké, ik wil nog leven. Ik ga zo lang mogelijk chemotherapie doen. Laat ik dan leven. Laat ik er dan ook nog zoveel mogelijk uithalen. En dat was een heen en weer bewegen. Een permanent heen en weer bewegen. Niet te veel rouw. Veel plezier maken. Maar tegelijkertijd ook wel weer rouwen. En voor jou, ja, heen en weer bewegen tussen de zorgzame kant. Die wilde er forceerd zijn. Maar ook je innerlijke weduwe, die eigenlijk in de tweede sessie al naar boven kwam. En die zich al vrij vroeg liet horen van, en ik dan, als zij er straks niet meer is. Dus het was interessant en indrukwekkend en ook heel verdrietig. Om al die kanten die jullie tegenkwamen, om daar zo dichtbij te staan. En om te horen, wat maak je veel mee? Wat is het complex? Ja, en... Je was er voor een deel als journalist, hè, want je interviewde Carla en Tjeerd. Maar je keek natuurlijk ook met Voice Dialogue facilitator ogen naar dat proces. Mm-hmm. En ik ben zo benieuwd, wat heb je gezien bij Carla en Tjeerd? Wat het kijken door Voice Dialogue, wat bracht hen dat naar jouw gevoel in dit hele proces? Ja, ik denk dat Carla en Tjeerd wel uniek zijn in dat ze al überhaupt het stellen van de vraag... Zou je ons met Voice Dialogue willen bijstaan? En mogen we ons verhaal vertellen vanuit Voice Dialogue? Jullie zijn bekend met Voice Dialogue, dat hielp jullie. Maar ik zag al heel snel dat het denken in die ikken, wat jullie al konden, maar wat je natuurlijk aan mensen die Voice Dialogue niet kennen, kunt aanreiken, je kunt die taal binnenbrengen, dat het denken in die delen zo kan helpen om de complexiteit van gevoelens die er zijn... een beetje uit elkaar te halen. Want het is vaak tegenstrijdig. Hè? Ik herinner me, Carla, jouw zorgen gingen enorm aan, al heel snel. Dat kenmerkt jou ook. Hè? Niet alleen maar in het ziek zijn van Tjeerd, maar dat is een subpersoon in jouw bus, in jouw leven, die heel prominent aanwezig is. Die komt in zo'n fase krachtig omhoog. Maar tegelijkertijd waren daar natuurlijk ook kanten die af en toe dachten, nou, ik wil echt weg. Ja, vooral omdat het zo lang duurde. Ja. Dus de kant van ik kan niet meer en dit wil ik niet meer, die was vrij aanwezig op een gegeven moment. Ja. En ik kan me voorstellen op het moment dat je niet de neutraliteit kunt hebben als je in subpersoonlijkheden, in ikken denkt, dan had ik me heel schuldig gevoeld daarover. Ja. Ja. Van ik vind dit te lang duren, mag het even eindigen. Ja. En omdat de ruimte die al die verschillende kanten... mogen hebben in Voice Dialogue, dat vond ik heel bevrijdend. Ja. Heel bevrijdend. Ja. En het tegen jou kunnen zeggen, en als jij René mee was, dan hadden we ook een soort van vierspan, dat je het bij de een en ik bij de ander terecht kon. Ja, dat was heel bevrijdend. Ja, dat is fijn om dat te horen. En dat is ook, denk ik, het antwoord op de vraag, dat Voice Dialogue kan helpen om alles toe te laten wat er is. Mm-hmm. En dat is ook beladen. Maar dan niet je schuldig te hoeven voelen. Of ook als je je schuldig voelt, dat er ook te kunnen laten zijn. En dat te helpen ontklonteren, zou je kunnen zeggen. Dat is dan de rol van de begeleider. Dat kan helpen als je dat zelf niet zo goed kon. Jullie konden dat ook best goed samen, hè? Maar daar kan je als begeleider, denk ik, een grote rol in spelen. Ja. En Carla, je zegt net van... Hè, ook wel soms komt een gevoel op van... Wat duurt dat lang? En ik ben het, in mijn woord, nu misschien wel helemaal zat. Dat is ook wel confronterend. Kun je als begeleider dat soort gevoelens, hè, die misschien ook wel taboe zijn voor degene om mee te gaan. Dat mag ik niet voelen, want ik moet toch ten dienst staan en hij gaat overlijden. Kun je als begeleider met dat soort taboegevoelens of schuldgevoelens, hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, juist denk ik dat Voice Dialogue je daar een enorme sleutel aan reikt. Want inderdaad, ik kan me levendig voorstellen dat dat een gevoel is wat je eigenlijk zo snel mogelijk weer wegdrukt. Mm-hmm. Als primair is, ik wil er volledig voor de ander zijn. En het ziek zijn van de ander roept dat op. Dus die andere gevoelens, die moeten dan weg. Maar Voice Dialogue, ik ben natuurlijk zo geschoold in Voice Dialogue dat alles er mag zijn. Dat het voor mij niet zo moeilijk is. Om, als ik ook maar even hoor dat er ook een kant is die iets anders zou willen, om die kant ook te benoemen. En uit te nodigen. En doordat je in Voice Dialogue in een sessie, maar ook wel in de podcast, het uit elkaar kunt halen, kan je als eigenaar van die stemmen makkelijker voelen. Het een sluit het ander niet uit.
de kant in mij die wil zorgen, wil helemaal niet dat ik nu op stap ga, een avondje naar een vriendin even uit eten. Maar de kant die er naar hunkert om eventjes de wereld in te gaan, die is er ook en dat bijt mekaar soms. Maar het een hoeft het ander niet in de weg te zitten. Daar is voice duidelijk juist heel erg helpend bij. Een ander mooi voorbeeld vond ik, dat was na Tjeerds dood. Toen hadden wij samen een gesprek een aantal weken na zijn dood. En toen vertelde je dat je je ook bevrijd voelde. En dat je je daar schuldig over voelde. En dat je je eigenlijk afvroeg of je wel voldoende verdriet had. Ja. Ja. En ik wist vanuit voice dialogue en ook vanuit het duale procesmodel, wat ook bij rouw een heel mooi model kan zijn om naar rouw te kijken, dat je heen en weer beweegt en dat je ook heen en weer moet bewegen in een rouwproces. Tussen verdrietig zijn, met rouw bezig zijn, met denken aan de ander bezig zijn en ook weer leven. En ik kon op dat moment tegen de kant die zich schuldig voelde zeggen, het is prima dat jij nu een dag je fijn hebt gevoeld. Wees maar niet bang. Je zei, wacht maar, dat komt wel weer. Ja. Nou, binnen 3 dagen belde ik je op in tranen van ik zit helemaal aan de grond. Ja, en het was moeilijk om aan de grond te zitten. Maar het deel wat eigenlijk bezorgd was of je wel voldoende verdriet had, werd denk ik toen gerustgesteld. Ja. En zo te praten in delen, wat we nu eigenlijk ook doen. Die taal, als je die kunt gebruiken in het begeleiden van iemand in rouw, dan denk ik dat je helpt ruimte te maken voor die enorme diversiteit aan gevoelens die er is. Nu je dit zo zegt, realiseer ik me dat we zijn begonnen met die sessies filmen. Ja. Tjeerd heeft zijn klusser toen met jou op de vloer gehad. Ja. En ik mijn weduwe. Ja. En ook de kant die even niks hoefde, niks discipline wilde. Discipline en niets hoefde. Ja. Dat later we podcasts zijn gaan doen, omdat een hele voice dialogue sessie een soort van te traag was. Dat we het nodig hadden om in één gesprek wel 10 verschillende dingen langs te kunnen laten komen. Wat vind je daarvan? Want dan is het meer praten over in plaats van het echte voice dialogue doen. Dan werk je met het gedachtegoed en met de taal. En voice dialogue is natuurlijk en de methode. Maar als je de taal binnenbrengt, dan ben je wat mij betreft net zo goed met voice dialogue bezig. Omdat alleen al een opmerking maken als God de ene kant in jou wil dit en de andere kant in jou wil dat. Ook rondom zijn overlijden. Er was een kant die wilde niet. En er was een kant die was klaar ermee. En daar dat alleen al te benoemen van ik hoor zo'n deel in jou dit en ik hoor zo'n deel in jou dat, kan alweer die lucht geven. Dan hoef je niet helemaal een sessie te doen om verder te komen. Het was denk ik al heel wat en misschien is dat met mensen in diepe rouw zeker extra. Het was al heel wat. Als we het gewoon konden benoemen. Er is dit en er is dat. Ja. Je hebt me een keer verteld dat je een keer een opmerking hebt gemaakt die niet helemaal goed viel bij Tjeerd en Carla. Uh-huh. En die toch een heel interessant gesprek op gang heeft gebracht. Wil je daar iets over vertellen? Want ik vond het een interessant moment. Ja, dat was de start van de opname van, ik meen, de 5e podcast of zo. En die podcast die heet goed bedoelde, onhandige opmerkingen. Adviezen. Adviezen, zo heet die podcast. Ik begon dat gesprek met, en hoe is het nu met je? En waarop Tjeerd eigenlijk meteen zei, ja, dit soort vragen. Kan ik het niet meer horen. Kan ik niet meer horen. En jij ook. En jullie waren allebei zo klaar met dat soort vragen. Waardoor er eigenlijk een buitengewoon interessant gesprek op gang kwam over wat mensen allemaal voor onhandige dingen zeggen. Maar wat er bij mij gebeurde toen, was dat ik natuurlijk ook een beetje bang werd. Of ik zelf zo iemand was die onhandige vragen aan het stellen was. Want ik wilde natuurlijk wel, en dan komt er een ik in mij wakker. Dus er is natuurlijk ook in, en zat er ook in mij ikken, die het natuurlijk wel heel goed wil doen. En die dan niet ook zo'n onhandige vraag wil stellen. Ja. En ik heb me gerealiseerd, ook wel door de literatuur die ik bestudeerd heb over rouw, dat mensen die in zo'n zwaar rouwproces zitten, zoals jullie zaten, wat zo lang duurde, de boosheid over wat je gebeurt, de boosheid op de wereld, de boosheid op dat je dat überhaupt gebeurt. En natuurlijk ben je boos op mensen die hele domme dingen zeggen. En dat het eigenlijk van de begeleider vraagt, trouwens ook van familie later en van vrienden, om die boosheid te verdragen. En om dan niet zo bang te zijn dat je het verkeerd doet, maar om eigenlijk te zien, natuurlijk ben jij boos. Natuurlijk moet je daar ergens mee naartoe. Kan ik verdragen
deze boosheid? Kan ik het verdragen als ik ook degene zou zijn die een hele domme opmerking maakt? En dat vond ik wel weer heel interessant voor begeleiders, maar niet alleen voor begeleiders, maar ook voor omstanders van mensen die rouwen. Dat de gevoelens, die extreme gevoelens die je hebt in rouw, die ik ook overigens zelf de afgelopen periode heb gevoeld, doordat ik zelf ook in zo'n groot, zwaar rouwproces belandde, dat zijn gewoon extreme gevoelens. En dat is moeilijk om mee om te gaan. En dan is de begeleider zo essentieel om degene te zijn die dat verduurt. Mm-hmm. Daarom denk ik ook dat begeleiding van rouwende fijn kan zijn. Omdat een omgeving het soms ook niet opbrengt. En een begeleider wel. Ja, dus het je niet persoonlijk aantrekken als er een keer een diepe zucht of een sneer of een afhaken is. Nee. Ja, ja, en dat is wat jij zegt, Kaar, als je het niet te persoonlijk neemt als begeleider, mm-hmm. maar als je ziet dat het onderdeel is van het proces. En ik heb het indruk dat jullie toen een mooi gesprek hebben gehad over onhandige opmerkingen van mensen in de supermarkt die vragen van, goh, hoe is het nu met je? Terwijl je natuurlijk in de Tjeerd heeft zoiets gezegd van, als je, dat moet je niet vragen in de supermarkt. En weet nee. je wel, dat zijn, nee, zeker en niet, de fascinatie dat mensen daar gewoon niet bij stilstaan, maar ze doen hun best. Carla, je hebt een keer gezegd, ik wil niet bezig zijn met waar zijn mijn best, want ik heb op mijn handen vol aan mezelf. Ja, ja. Ik hoef niet te zorgen voor. Jij noemde het aanmodderen. Ja. Want we zijn toch allemaal aan het aanmodderen. Ja, ja, ja. En dan zeg ik, ja, maar ik wil niet slachtoffer zijn van het aanmodderen van anderen. Ja, dat is heel sterk. Dat zoeken ze maar bij iemand anders uit. Ja, dat is een sterke opmerking. Ja. En vanuit mijn wat meer journalistieke rol, maar ook als begeleider, kon ik het eigenlijk allebei zo goed begrijpen. Ik kon dat zo goed begrijpen dat je dacht, nou, ik heb daar helemaal geen zin in. Ik heb echt meer dan genoeg aan mezelf. Maar ik kon me ook voorstellen dat iemand naïef in de supermarkt zo'n vraag stelt. En eigenlijk alleen maar iets liefs probeert te doen, ja. Weet je veel. Ja. En dat het dus ergens de kunst is, ook hier gaat het weer over evenwichtskunst. Voor de begeleider, maar ook voor mensen om rouwende heen. Dat je aan de ene kant probeert om goed af te stemmen. Wat is nu nodig voor de ander? Maar aan de andere kant niet van jezelf verlangt dat je het perfect doet. De essentie van de begeleiding is er zijn. Al doe je niks met voice dialogue, er zijn, luisteren. Dat iemand voelt, er is iemand die hier is voor mij. Ik kan het niet bij je wegnemen, maar ik kan er wel zijn, zodat je in ieder geval in verbinding kunt voelen hoeveel pijn het doet om te rouwen. En het dan niet perfect te willen doen, wat het misschien soms wel oproept. Als je de ander zo in pijn ziet, dan komt bij mij ook mijn perfectionist wakker. En de redder. En een redder. En hè, ja. Ik ben niet voor niks coach geworden en opleider. Dan wordt er in mij als begeleider ook iemand geraakt. En dan helpt voice dialogue mij als begeleider weer om ook weer terug te gaan naar het midden. En te denken, wacht even, wat gebeurt er nu met mij? Ik ben nu wel erg mijn best aan het doen. Wat is nu zo daaronder kwetsbaar? Ja, ik wil het wel goed doen. Ik ben zo benieuwd. Jullie wilden heel graag met voice dialogue ernaar kijken. Maar de gemiddelde persoon in rouw, die komt niet bij een voice dialogue facilitator met het idee van ik wil met voice dialogue ernaar kijken. Nee. Sterker nog, ik denk dat in een beginfase er zoveel emotie is dat niet eens die afstand, die heb je misschien niet. Nee. Maar ik ben zo benieuwd hoe jullie denken over het werken met de gedachtegoed van de ikken en de psychologie van de ikken voor mensen die niet zo, zoals jullie, erin bekend zijn en er ook iets mee willen, maar die gewoon in een enorm verdriet en rouwproces zitten. Kun je daar dan mee werken of is dat te vroeg om daar dan mee te werken? Ik geef trainingen aan mensen die werken in een hospice. Mm-hmm. En daar geef ik altijd het voorbeeld. Stel, er zit iemand aan de keukentafel, een partner. En die zegt, ik kan dit niet meer aanzien. Maar ik moet elke dag naar de toe, want ze rekent op me. Maar eigenlijk kan ik het niet meer. Dat is voice dialogue. Ga daarnaast zitten en geef tijd en ruimte aan die kant die zegt, ik kan dit niet meer. Nou, leg ik niet meteen helemaal voice duidelijk uit. Maar ik moedig ze wel aan om daarbij stil te durven blijven staan. En dat iemand stil durft te staan bij beide kanten. Ja. Dat hij het gevoel heeft van ik moet er naartoe, maar ik kan het eigenlijk niet meer aan. Ja. 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 En als je dat vanuit voice duidelijk, de filosofie vanuit voice duidelijk zou aanvliegen, dan zou je wellicht eerst zeggen, goh, er zijn twee kanten. En er is een kant die vindt echt dat je niet kunt verzaken. Zullen we eens even horen hoe dat voor dat deel is, waarom je niet kunt verzaken. Hè? Dan beginnen we altijd primair. En dan hoef je echt geen sessie te doen om daar in je gesprekstechniek
gewoon daar te beginnen. Mm. Zodat als dat gehoord kan worden, natuurlijk wil ik niet dat de ander al sterft. Natuurlijk wil ik er voor de ander zijn. Als dat gehoord kan zijn, is, dan ontstaat er wel ruimte voor. Dat is misschien ook een ander deel. Ik hoor het je zeggen, het is eigenlijk niet meer op te brengen. Zullen we daar dan toch ook eens even naar luisteren? Zonder dat we ontkennen wat dit deel gezegd heeft. Dan ben je met voice duidelijk bezig in een gesprek. Mm-hmm. Ja, zeker. En dat kan heel subtiel al. Ja, het kan heel klein. Ja. En ik denk dat je daar, want je hebt wel gelijk, zeker in het begin van een rouwproces is het zo extreem. Ik denk niet dat je dan sessies doet. Of alleen maar als iemand dat fijn vindt en daar en dat zou willen, dan is het veel belangrijker om holding space te houden. Ja. Maar ik wou nog even terug naar ons voorbeeld van daarnet. Want jij hebt op een gegeven moment, René, ook iets heel wezenlijks gedaan waar ik veel van heb geleerd. Namelijk toen we naar de zesde podcast, of de zevende, de zesde reden. Toen hadden we die vijfde net achter de rug. Waar het ging over niet meer zoveel vragen en al die mensen. En toen reden wij samen naar jullie toe om afscheid te nemen. Het zou het laatste gesprek zijn van Tjeerd. We wisten toen echt, nou, dit is echt het laatste staartje. En wij zien hem hierna niet meer. En toen weet ik dat ik aan het nadenken was over wat ik zou gaan vragen. En dat jij toen vlak voordat we er waren tegen mij zei, ik stel voor dat we niks meer vragen. En dat vond ik toen zo'n goede opmerking van je. Omdat jij had gehoord wat er in de sessie daarvoor gezegd was, niet meer zoveel vragen. Laten we maar alleen gaan luisteren. En dat hebben we toen gedaan. En toen hebben we alleen, dat is voor mij heel helpend geweest om te denken, je hoeft niks te vragen. Je kunt er gewoon zijn. Dat was ook een heel mooi gesprek waarin wij bijna niks meer hebben gezegd. Ja, dat was de keer nadat Jeert zo'n ernstige complicatie had gekregen. En echt dacht, daar ga ik. Ja. Ja, dat is misschien wel een mooie vraag die nu bij me opkomt. Weet ik niet, maar Carla, kun je zeggen, wat heeft Judith gedaan in die 3,5 jaar? Wat jullie geholpen heeft? Of wat van betekenis was? Ik weet niet zo goed hoe ik het moet formuleren, maar wat heb je Judith zien doen? Ik denk het belangrijkste is trouw zijn. En de belofte, maakt niet uit wanneer, midden in de nacht, als je me nodig hebt, kan je me bellen. En ook nadat Jit was overleden, was dat ook wat je me gegeven hebt. En dat is dat je ook weet, wat ik ook zeg, Judith gaat dat niet raar vinden. Ja. Dat vooral. Ja. Alles mag. Alles mag gezegd en gevoeld. Ja, dat is heel fijn om dat terug te horen, dat ik dat kon betekenen. En we begonnen dit gesprek met hoe heb je het proces ervaren. En ik heb me vaak in de loop van die periode afgevraagd, wat is nu eigenlijk mijn rol? Wat is nu mijn functie? Want het doel van de podcast was jullie verhaal in de wereld brengen. En dat was jullie geschenk aan de wereld, met Voice Dialogue. Maar ik kreeg gaandeweg ook steeds meer het gevoel dat, doordat we dat deden, werd ik ook een anker. Door alleen maar te luisteren. En het was misschien wel makkelijker voor me, doordat het in een journalistieke rol was. Ik hoefde alleen maar te luisteren. Dus ik ontdekte. Ja, dat vind ik te mager. Is dat te mager? Dat is echt te mager. Want als ik nu terugdenk, de ikken die in de war waren en die heel erg verdriet hadden en die boos waren, die kon jij dragen. Mm-hmm. Ja. Dat is meer. Ja. Meer dan luisteren. Ja. Ik heb ook geen enkel moment het gevoel gehad dat ik het niet kon dragen. Nee. Maar dat is wel heel bijzonder, dat het present zijn, hè? Ja. Dat zit in luisteren, maar dat zit in meer dan alleen luisteren. En ik denk dat present zijn veel belangrijker is dan allemaal mooie vragen stellen. Ja. En natuurlijk zijn vragen een onderdeel ook weer van, maar het ongemak dat je soms kunt ervaren als begeleider, dat je maar dingen gaat doen in plaats van alleen maar te zijn, dat vind ik als begeleider zelf wel een uitdaging om niet van alles te willen doen. Je hoeft geen antwoorden te hebben of geen oplossingen. Je hoeft ook geen subtiele interventies te doen. En dat is wel een uitdaging, zeker in een proces waar jullie in zaten, waar je de ander misschien wel vanuit een bepaalde ik wil helpen. Hè? Je wil van dienst zijn. En dat niet per se te hoeven willen. Nee. Dat is en er kwamen in die hele periode van 3,5 jaar een aantal dingen bij elkaar. Want ik was ook de masteropleiding Voice Dialogue aan het ontwerpen. En in de kader van die opleiding las ik het boek van Heather Platt, Holding Space.
dat gaat helemaal niet over voice dialogue. Dat gaat over er zijn. En dat boek zoomt echt in op hoe je er als begeleider kunt zijn voor mensen in diepe nood. Dus niet alleen maar mensen in een rouwproces, maar ook mensen met andere hele, in een grote crisis, hoe je er kunt zijn. En dat bracht heel veel, eigenlijk bracht dat vooral het besef dat je de kom eigenlijk, zit ook een kom op de cover van dat boek, een kom. Wat, zoals ik me ook voelde, ik ben de kom, waarin jullie in ieder geval vastgehouden worden. En die kom maakt het hopelijk mogelijk om dat wat niet te dragen is dan toch nog te doorstaan. Jij hebt me toen aangeraden dat boek te lezen. Ja. Ik heb de eerste hoofdstukken huilend gelezen. Hmm. Omdat ik me realiseerde dat het verschil tussen stervende zijn en mantelzorger zijn... Ja. betekende dat Tjeerd mij geen holding space meer kon bieden. Nee. Hmm. En dat ik zijn kom was... En ik heel vaak jou nodig had om mijn kom te zijn. Ja. Ja. Want hij kon dat mij niet meer bieden. Nee, dat kon hij niet meer. En dat begrepen we toen ook. Hoe je eigenlijk ook had gehoopt dat hij dat wel kon zijn. Maar dat kon hij niet. En dan mocht ik dat zijn. Ja. Ja. Prachtig boek, aanrader. Ja, het is een mooi boek. Holding Space van Heather Platt. En toen mijn eigen relatie toen brak en ik zelf in een rouwproces belandde... realiseerde ik me ook onmiddellijk, oké, nu heb ik ook iemand nodig om voor mij holding space te bieden. En jij zei toen, en dat vond ik heel mooi van je, jij zei toen, oh, ik weet dat jij nu ook in een rouwproces beland bent, maar ik kan dat niet voor je zijn. En dat was heel fijn, want daardoor zocht ik het ook niet bij jou en vond ik het in mijn eigen omgeving. Dus dat was boeiend om dat ook aan den lijve te ervaren, dat dan die verbondenheid, die steun zo essentieel is. Ik heb gewoon bizar veel over rouwen geleerd de afgelopen twee jaar. Kun je iets zeggen, even iets ander paadje hoor, maar ja. Wat heb je ervaren dat degene die gaat overlijden, Tjeerd, hè? Ja. Dat die een ander proces doormaakt dan Carla die ja. achterblijft na absoluut het overlijden? Is dat een ander proces. Ja, voor zover als ik het kan... Ik bedoel, ik heb het zelf natuurlijk niet gehoeven. Hè? Dus ik kan niet zeggen dat ik het begrijp. Maar wat ik voel, is dat in jouw geval waar je weduwe gaat worden... heb je te maken met dat jouw belangrijkste hechtingsfiguur... waar je al zoveel jaren mee samen bent, waar je het leven mee deelt... dat je die gaat ontvallen. Nou, in de aanloop daarnaartoe genereert dat natuurlijk ontzettend veel angst, kan ik me voorstellen... En je moet je dus voorbereiden op een enorm verlies. Op een verlies waarmee je door moet leven. En dat roept zoveel op aan angst en aan boosheid. Aan oude pijn ook. Het triggert natuurlijk ook oude trauma's. Hè, rondom het overlijden van je moeder wordt weer aangeraakt. Dus het is nou ja, alsof er een steentje in het water wordt gekeild. En alle blaadjes onderin het beekje komen meteen omhoog. Het is een heel ander proces dan het proces van Tjeerd die zich moest zien rond te komen met ik ga het leven verlaten. Die moet onthechten van het bestaan om te kunnen gaan. Ja, en in het licht van Forrest Darlock heeft hij door de jaren heen elke keer een stukje van zichzelf moeten stoppen. Ja. He, de trainer, de voorganger, de muzikant, de... Ja. Uiteindelijk de klusser ook, de fietser. Ja. Ja. Dus er kwamen allemaal kanten langs die hij... Los moest laten. Ja. Maar daarnaast ook het verdriet over dat hij jouw verdriet deed. Omdat hij dood zou gaan. En hij voelde zich bijna schuldig dat hij dood zou gaan. Terwijl kon hij niks aan doen. En daar was bij Tjeerd een evenwichtstoer. Want hij had niet zoveel ruimte over... om bezig te zijn met wat jij nog nodig had. Dat was natuurlijk in jullie dynamiek. Dat hebben we in de podcast ook veel gehoord. Ik denk dat het een totaal ander proces is. En ik pleit er heel erg voor dat er veel meer aandacht komt voor degene die doorleeft. Want alle aandacht gaat natuurlijk naar degene die ziek is en die doodgaat. En hoe is het nu met jou en gaat het nog? Maar degene die verder moet leven heeft minstens een grote klus te klaren. In de aanloop naar de dood, maar ook na de dood. Om het leven weer aan te kunnen. En tegelijkertijd
Ook weer mooi, een ander boek wat ik recentelijk las, wat ik ook erg wil aanbrengen, onder de aandacht brengen, dat is Psychologie van een gebroken hart. Dat gaat ook over als je man overlijdt, dan breekt je hart, maar het gaat ook over als je je baan verliest. Als je je partner in een scheiding verliest, iemand gaat bij je weg. Daarin staan ook heel mooi beschreven alle processen van de extreme gevoelens die er dan komen. Maar ook dat zo'n groot verlies, ongewenst verlies, je wilde natuurlijk niet, maar dat het je dwingt tot transformatie. Je kan niet anders dan dat je zo'n proces doormaakt en dat je verandert. En dat je uiteindelijk, en dat vind ik hoopvol, dat uiteindelijk we kunnen leren dat we door die rouw heen het leven weer terugvinden en weer omarmen. En dat we nieuwe kanten in onszelf ontdekken, zoals jij nu heel erg aan het ontdekken bent. Wie ben ik eigenlijk zonder Tjeerd? En dat je ook dichter komt bij wie is eigenlijk Carla. En dat is winst. En daarvoor wil je Tjeerd niet kwijt. Dat had je echt graag willen. Maar dat dus elk rouwproces uiteindelijk ook een proces is waar je aan groeit. In dat boek schrijft de schrijfster ook dat je in periodes dat het zwaar is, duaal procesmodel, hè, niet alleen maar rouwen, maar ook naar de toekomst kijken. Dat het goed is om ook jezelf de vraag te stellen, wat kan ik nu doen? Goed voor mezelf zorgen, voor mijn toekomstige ik. Zij schrijft niet over voice dialog, maar als je daarnaar kijkt, is het eigenlijk het aanroepen van een hulpbron die zegt, wacht even, er is ook nog een toekomst. Wat kunnen we nu doen voor je toekomstige ik? Ja, dat implanteert eigenlijk de gedachte dat er een toekomstige ik is waar je nu alvast wat voor kan gaan doen. Dat is een hele, hele uitdagende gedachte. Ik ben benieuwd, Carla, of jij, hoe je reageert er eens op als je wil op dit. Want ik kan ook zeggen dat je denkt, nou, daar heb ik helemaal geen boodschap aan. Of juist wel, ik weet het niet. Lekker lullen, ja, dat denk ik. Nou, het onderstreept voor mij jouw pleidooi om aandacht te hebben voor mensen die nabestaanden zijn. En niet alleen in de periode dat je partner terminaal is, maar juist ook lang daarna. Want ik zit nu dik negen maanden na Tjeerds overlijden en ik zit in een niemandsland. En een ik, een hulpbron in mij aanroepen om naar mijn toekomstige. Dan loop ik in mijn uppie over de hei en dan zie ik allemaal stelletjes lopen met z'n tweeën. En dan denk ik, ja, daar loop ik dan in mijn uppie. Ja. Hoezo toekomstige ik in mijn uppie? Dus die is er nog niet en aanroepen is ook vrij lastig. Ja. Dus de timing daarvan. Ja. Is heel cruciaal. Belangrijk, ja. Ja. Maar dus ook iemand die je daarin kan bijstaan. Ja. En geduld heeft in. Ze zeggen wel, alle seizoenen moeten er overheen. Nou, ik heb nu al door dat het echt niet genoeg is. Nee. Maar ik denk een ander ding wat ik geleerd heb over rouw. En wat jij nu ook aanstipt, Carla. Is dat rouw veel langer duurt dan we denken. Dan we denken, ja. En dat de omgeving hoopt dat het nu ongeveer wel klaar is. Want ja, de omgeving vindt het ook niet leuk. En vindt het zwaar. Maar het duurt veel langer dan je denkt. En het mag een leven lang duren. Dus dat meer is wel belangrijk voor de omgeving om zich dat te realiseren. En niet na een jaar geen aandacht meer. Nee. Maar veel langer. Het zou fijn zijn als er meer coaches zijn die zich hierop specialiseren voor nabestaanden. Mm. Want het is een niemandsland. Ja. Dus ik kan erop terugkijken zeggen dat ik het een heel bijzondere tijd gevonden heb. Een hele, hele bijzondere tijd. Het is uniek om dat met jullie te mogen doen. Want dat vond ik echt heel bijzonder om zo dicht bijgelaten te worden. Een periode voor mij om met ongelooflijk veel leren. Ik heb heel veel geleerd over verlies en rouw. Zoveel dat je er ook opleiding in wil geven. Zoveel dat ik er inmiddels opleiding in geef, inderdaad, binnen de Voorzijdelijke Academie. Dus iets om heel dankbaar voor te zijn om dat te hebben mogen doen. Met jullie samen. Dankjewel. En zo sloten we de ontdekkingsreis af, waaraan we 3,5 jaar geleden begonnen waren. Hoe is het nu voor jou? Vroeg ik aan Carla, toen we in de keuken nog even stonden na te praten. Hoe vind je het dat dit onze laatste opname was? Carla is even stil. Weemoedig, zegt ze.
Het maken van de opnames gaf zoveel steun. Ik zal het missen. Maar het is goed zo. Het klopt dat we het nu afronden. En zo voel ik het zelf ook. Met een tedere huk bekrachtigen we onze woorden. Wil je de andere afleveringen van deze serie ook beluisteren? Of onze toekomstige podcast over Voice Dialog volgen? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van Het Balkon. Wil je meer weten over Voice Dialog en over Voice Dialog opleidingen? Bezoek dan de website van onze Voice Dialog Academie. www.voicedialog-academie.nl. Ik maakte deze laatste aflevering samen met René en Carla. Carla deed de montage. De muziek is van Bart van Schaik. Dank aan René voor zijn bijdrage aan meerdere gesprekken. Grote dank aan Carla en Tjeerd voor het delen van hun ervaringen. En dank aan jou, omdat je geluisterd hebt.